In het kader van de verhoging van de productie van de bijenteelt heeft het ministerie van LVV vandaag te onverwacht in het district Para aan 16 personen certificaten uitgereikt die de training bijenteelt voor beginners met goed gevolg hebben afgerond. Het district Para is een opkomend honingdistrict, de tweede op de ranglijst, met een jaarproductie van bijna 7000 liter honing per jaar. Arnold Kruisland is niet alleen maar politicus, maar ook imker. Want hij heeft vandaag zijn certificaat uitgereikt gekregen als imker. Hoe voelt het aan? Nou, het voelt prachtig aan. Omdat ik nu in staat ben na deze opleiding sinds maart. In staat ben om de Braziliaanse bijen, die altijd meebaas waren op mijn huis en omgeving. Dat ik ze vandaag de baas kan zijn. Ik weet met ze om te gaan en dan hoef ik niet meer zo gestoken te worden als zoals het gebeurde met me. Ja. En u zich volledig daarvoor klaargemaakt? Ja, volledig. Ik heb 5 kasten, waarvan 1 al in productie. En ik wacht eigenlijk op de droge tijd wanneer de bijen gaan zwermen, want in de droge tijd gaan ze zwermen. En dan zet ik 4 andere lokkasten, zodat ik en mijn omgeving totaal bevrijd zijn. Het is je krijgt dan honing en honing is goed voor je lichaam. Hoe lang bent u daarmee bezig en wat heeft u precies daartoe gedreven? Nou, ik op mijn perceel aan de Javaweg waar ik woon, heb ik vaak last gehad van Braziliaanse bijen. Ze kwamen in de vliering bij mij of ze zijn in, waar mijn kippenren is. En ik was bezig te maaien, zo een 6-7 maanden geleden. En toen werd ik aangevallen, en behoorlijk aangevallen ook. En toen bleek dat de weg waar ik maaide naar achter, dat er daar een kolossaal nest was. En toen ben ik naar meneer Dover gestapt. En ik heb gezegd van luister nou, ik heb dit en dit en dit en ik wil die bijen vangen. Want we hebben een paar keer al eens de brandweer geweest, maar er komen steeds andere. Dus toen heeft hij gezegd van dat gaat niet zo makkelijk. En ik ging naar een landbouwtentoonstelling vorig jaar. En toen had LVV een stand en dat kon je opgeven. Zo ben ik erin terechtgekomen. Koda Baks is de cursusleider hier van de bijenteelt. Hoe is het begonnen? Nou, het is begonnen. We waren op de landbouwtentoonstelling, Flamboyant, in 2011. En we staan altijd met de bijen, met een glazen kast en mensen hadden belangstelling. En dan nemen we vaak namen op. En we hebben dan 30 namen gehad. En toen hebben we dan bij de voorbereiding van deze training hebben we de mensen allemaal gebeld. En we hebben dan datum geprikt. Maart willen we beginnen. Het was 7 maart, 1 dag voor Pagua. En omdat ik zag dat de mensen niet allemaal Pagua vieren, alles is een nationale feestdag. Ik heb die mensen gebeld en 20 mensen hebben aangemeld. En we hebben dan van die 2016 overgehouden. Ja. Dat is een training van ongeveer 4 maanden als ik het goed doorneem. En wat leren ze allemaal? Het was een training, 1 dag per week. Ze leren eerst, want ik vind als je met bijen bezig gaat zijn, dan is het toch nodig om even de geschiedenis van bijenteelt te kennen. Onze bijenteeltgeschiedenis is begonnen in begin 1900. Dus dat zijn met deze bijen, want dit zijn die apensoorten, honingbijen. Maar we hebben ook Angeloze bijen. Maar die gaat ietsje eerder. Het was een cultuur van Indianen. Dus dat is het eerste wat we die mensen doorgeven. Wat voor soort bijen we hebben. En dan gaan we dan de mensen leren over de gedrag van bijen. Leefwijze van bijen. Biologie van de bij. Vangen van bijen. Honingproducten. Wat je allemaal moet doen. Veiligheidsaspecten. Want zeer belangrijk. Want bijen zijn stekende insecten. Je beschermingsmiddelen. En andere hulpmiddelen. We dachten dat bijenteelt alleen maar verzorgd werd in Koroni. Waarom Para? Nee, Para hebben we genomen. Dus Koroni is de mekka van bijenteelt. Dat is altijd geweest. Maar we zien dat Para Koroni een beetje nadert. Dus na Koroni is Para. En het blijkt dat Para ook de juiste vegetatie heeft voor bijen. Dus toen we dat hebben gezien, toen hebben we gezegd nee, we moeten dan Para ontwikkelen. Want bijenteelt in Koroni is een beetje bekend. Mensen kennen bijen al. Maar dat wil niet zeggen dat we in Koroni niets gaan doen. We hebben in 2007 in Koroni training gedraaid.
Maar we kunnen niet alleen in Koroni blijven. Er zijn wat potentiële districten. Dat is Para, Saramaga, Kamoeine en Para. En dit is met een gedegen voorbereiding zijn we hier begonnen. Maar die andere districten komen ook. Voor dit jaar gaan we nog een training in het laatste kwartaal in Koroni draaien. Maar Borkopondo, waar er toch een behoorlijk iemand is daar met bijgewicht, die wat behoorlijk wat honing geproduceerd. Dus we willen dan ook naar in die richting gaan kijken. Maar daar heb je meer voorbereiding nodig. Vooral de transport en de mensen. Want je moet de mensen ook eerst goed voorbereiden. Want u weet, als we over bijen praten en de leek weet niet zo voor bijen, dan zeggen ze, ik moet niet hebben van de stekende insecten. Maar honingbijen is iets meer dan stekende insecten.